Deze Donderpreek is serieus bedoeld. Schrik. Ik wil graag stilstaan dat ik kennis heb gemaakt met een Donderpreek tijdens een begrafenisceremonie van de Protestantse vleugel die zichzelf noemt artikel 31. En dat was in het groene hart. Je snapt het wel, dat stuk van Nederland waar gras en schapen en koeien de hemel op aarde hebben en de mensen verblijven in tochtige krotten. Maar gelukkig hebben we de kerk nog, waar we uitgescholden kunnen worden zodat het dagelijkse bestaan eigenlijk nog wel meevalt. Kortom, de glorie van het protestantisme. En die mensen hebben gelijk. Zucht. En van de hele beweging is geen drol meer over. He? Nee, Nastrovia. Want suipen deden ze wel. En dat doet de katholieke kerk trouwens ook. we dus zeuren we over. Ja, ja. Ik ga het hebben over de naam van God. De naam van God is een dubbelzegging. Het is een tautologie. En de bedoeling van de donderpreek is dat jullie je zo beledigd mogelijk gaan voelen. Dus ik moet nu gaan schoffelen aan de onderkant van de eikenboom, dat die hele eikeltoestand omvalt. En dat jij een keer tot het kinderlijke besef komt en dat je je wel voor je kop kan slaan dat je niet al lang wist wat ik je nu loop te vertellen. Homo sapiens. De naam van God is een tautologie. Het is de definitie van de naam en de definitie van God. Je kan ook zeggen: een meter is honderd centimeter. Dat is een tautologie. De naam van God is de naam, namelijk. De naam is van God. Laat het even op je insinken. Dan gaan we zo dadelijk carnaval vieren en dan mogen we ook kook gaan snuiven. Het maakt mij niet uit, als je dit maar begrijpt. De naam is God. Per definitie. Dat volgt uit logica. Er zijn mensen en die beklagen zich over monotheïsme. Een van die mensen, dat is de moeder. Tenminste, mijn. Uh, nou, ze is, de ze is de biologische moeder van mijn kind. Voor de rest is zij een mens met een beperking. En ik maak momenteel toiletten schoon. In, uh, op een plek in een woonruimte, dinges, locatie voor mensen met een beperking. Uh, zo heten die mensen. Die hebben een beperking. En ik maak daar de toiletten schoon. En dan moet je vooral mij vragen. En ik doe dat. Het regent complimenten. Ik haat vuil. Ik vind het heerlijk om mezelf zo te mogen uitleven. In mijn vuiligheidshaat. Uh, Alles wat me vies is. Dan denk ik, gadverdamme. Ik kan er niet tegen. Bijvoorbeeld spinnen en andere ongedierte. Kijk, als het mijn woning binnenkomt, als een spin hier naar binnen komt, dan denk ik, oh. Nou, uh, we kunnen zaken doen. Ik heb last van insecten. Dus spinnen zijn welkom in mijn woning. En mijn woning is schoon. Maar die woning daar is niet schoon. Daar zit de ontlasting soms tegen de bovenkant van de deurpost... waar je hem niet direct verwacht. Mijn baas heeft me daarop nog geattendeerd. Want hij zei, ja, kijk je wel omhoog, jongen? Ja... Ja, ik krijg betaald van mijn baas. En we hebben een, een deal. Mijn baas zorgt ervoor dat ik geld krijg. En ik doe precies wat mijn baas zegt of insinueert. En als mijn baas gaat mopperen, dan ben ik bezorgd. Kortom, ik ben zijn slaaf. En dat is de deal. Snap je? En dat is jouw verhouding tot eh, jouw baas. En die heet de naam. Snap je? De Mohammedanen hebben als lijfspreuk la ilaha. Ilala, dat mag je vertalen in het Nederlands als er is geen God. God is. En dan kan jij kritisch zijn op het Mohammedanisme en zeggen: ah, Mohammedanisme, dat is niet meer dan niets meer of niet meer dan katholicisme voor Arabieren. En dan heb je een punt. Daarnaast geldt nog steeds dat de frase 'er is geen God, God is' is correct taalgebruik, lijkt mij. Want de naam van God is de naam. Meneer naam, mag je ook zeggen, lijkt mij. Er is die Hebreeuwse lettercombinatie en die spreken wij uit als J. En dan de he. Dus eerst krijg je een jot, en dan een, een het, en dan een vav. Dus ik krijg je, je ro vav. Zo. Je, je weet wel wat ik bedoel. En zo spreken we dat niet uit. Als je dat gaat lopen doen in een streng orthodoxe uh, Joodse gemeenschap, dan word je. Ja, om het maar vrolijk poëtisch te zeggen, dan word je hopelijk vermoord. Of gedood. Nee, eh, gedood moet je denk ik zeggen. Je spreekt de naam van God niet uit, want God is de naam. Dat is de naam die wij geven aan het goede. Punt. Dus wat de, wat de monotheïsten onderscheidt van die anderen, is niet alleen dat ze maar één God kennen, het is ook dat die een naam heeft. Namelijk de naam. Het is een persoon. Dus. Dus ieder mens heeft een persoonlijke relatie met de naam. En niet met mij. Want ik ben Perry. En mijn naam is Perry. Of Heikel of uh, Stomme Sufkut. Maakt mij niet uit. Als ik maar weet dat ik het over mij heb. Wanneer je het over mij hebt. Ik heb een naam. God heeft, God is het hebben van. God is eigenschappen, bijvoorbeeld. God heeft geen eigenschap. Nee, hij is het eigenschappen hebben, dingen zijn. Je moet je geen beeld gaan vormen van God. Anders dan dat je alles wat je maar in deze werkelijkheid ervaart, uh, buiten beschouwing laat als je het hebt over God. Even met respect naar de persoon kijken en oordelen. Snap je? Ik hoef jou toch niet te gaan vertellen dat in jouw huidige leven het eigenlijk alles bij elkaar ongelooflijk goed gaat. En dat jij geen flauw idee hebt met hoe dat eigenlijk kan. Om zo'n sukkel zoals jij in leven te laten. Waarom? Neem mij als voorbeeld. Je kan je toch geen grotere mafketel voorstellen dan ik? Een, een collega heeft een keer tegen mij gezegd: van, ja, ik wil je klanten wel overnemen, maar alleen de klanten die betalen. En die anderen, die hoef ik niet. Ik werk niet meer samen met die man. Dat is noodzakelijk. De naam van God is de naam. God is de persoon. Dat verklaart waarom mensen bestaan. Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van uh, uh, ja, wij, moeten, moeten we zeggen. Het evenbeeld van wij. En naar dat evenbeeld van wij uh, ben jij uh, geformeerd. Dat is het ding. Je kan zeggen. Uh, de eigens, dat is geen eigenschap. Het fenomenale aan God is: Hij is een eenheid van een veelheid. De enige eenheid. Namelijk de eenheid van de veelheden. Dat is God. God staat gelijk aan de ordening. En de ordening is dat alles een naam krijgt. En dat komt van God. En daarom is de naam van God de naam. Of naam. Of meneer naam. Meneer begrip mag je ook zeggen. En de gelovigen met het Christendom die gaan nog een stap verder en zeggen dat God zijn enig geboren Zoon heeft geofferd. Dat is geen eigenschap van God. Dat is een essentie. Dat is de reden waarom hij God is. Namelijk dat hij zijn zoon offert voor al jouw wanstaltigheden. Dat is de definitie van de christelijke God. En die God is onze Heer. Het is te logisch voor woorden. Eindelijk hebben wij een goede God. Ja, maar die protestanten die hebben er een mooi soepsootje van gemaakt, man. Nee, dan gaan we het hebben over jouw gedrag. Ik ben het ermee eens dat het protestantisme uh, openlijke zwakheden had. Zoals de zondagsverering. Belachelijk. En dan kan je mij nu uitdagen. van ja, kun je dat dan helemaal onderbouwen? En waarom is het belachelijk? Nou, het is bijvoorbeeld belachelijk. dat in de Bijbel gesproken wordt van de sabbat. En ik praat geen Frans. Dat is sabbat. Dat is een shin. En dan een bed... En dan een, weet ik veel, een huppeltje pup. Dat is de zevende dag, man. Kom op. Nou, en wij weten precies wat de zevende dag is. Ze hebben nog een tijdje geprobeerd, hè, om de week uh, tien dagen te maken. Serieus. In Frankrijk was dat, toen die uh, Jezuïeten daar de boel... Uh, die aristocratie hadden uit vermoord dinges. Met, uh, als ze dan geen brood te kunnen eten, waarom eten ze dan geen cake? Een en al theater was dat. Onder aanvoering van Adam Weishaupt. Met zijn illuminatie. Uit Bayer. Ja, ja. Onzin. Is dat waar we in geloven? Snap je? Wij willen niet geloven in zinvolle dingen. Namelijk de Bijbel. En wij zullen ons geen gesneden beeld maken van iets boven deze aarde, onder deze aarde. En dat gaan aanbidden. Ben je helemaal gek geworden in je achterhoofd? ...stomme heiden. Het is te droeve woorden, hoor. Hoe mensen... ...uit... Uh, 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 ...vanuit hun kritiek... ...en uh, mensen moeten kritiek hebben. Huh? Dat moet... Je moet kritiek hebben. Je moet vragen stellen. Het is niet de bedoeling dat jij, koet, uh, om het maar op zijn Spaans te zeggen. Uh, overneemt wat een ander jou dicteert. Uh, zelfs een humanist is het met me eens. Je moet niet zomaar geloven wat een ander zegt, je moet kritisch zijn. En wat er nu is is dat men kritisch is over de Bijbel, want ze hebben gehoord dat er heel veel kritiek is op de Bijbel, en dan doen ze mee. Maar dat zijn meelopers. En als jij daar eentje van bent, ja shame on you. Zo, dat is niet kritisch, snap je? Als jij kritisch bent, dan verifieer je. En nee, wat je niet, uh, dat, dat is gratis kriticisme. Want ik ben het eens met de critici. Zo kritisch ben ik. Als het maar een criticus is, nou, dan ben ik het met hem eens. Dat is, dat is... Hoe heb je jezelf kunnen uitvinden? Jij bent een onmogelijk creatuur. Je bent niet geschapen door God. Je bent een bijproduct. Want je bent helemaal niet kritisch. Als je kritisch bent, dan stel je vragen. Nou, stel je dan bij de Bijbel. Wat is jouw vraag? Ik ben er klaar hoor. Kom erop. Exodus 21. Hebben we daar een probleem mee? Waarom? Grow up. En weet dat het begrijpen van de Bijbel. dat valt enkelen toe. Dat is ook leuk. Maar er zijn er genoeg. Er worden momenteel zoveel Bijbels per jaar bijgedrukt. Dat het zo'n beetje 100% kans is dat een, een mens bij zijn leven zich eigenaar kan noemen van dat boekwerk. Iedereen zijn eigen Bijbel. Dus 7 miljard uh, altijd. Geen probleem. Maar ja, je kan een paard naar het water voeren. Maar je kan het niet uh, dwingen te drinken. hè? He? Het is toch te erg voor woorden? En de Bijbel zegt dat de naam van God is de naam. God is de naam. God is degene van. Uh, ik ben die ik ben. Dat heeft hij ook nog gezegd. Of ik ben het Bennende. Ik, ik ben existence. Ik ben. Ja, je snapt het wel: degene die is. Ik ben de naam. Ik ben de ordening. Ik ben de baas van deze hele soepzooi. Als je wat te klagen hebt, dan. Uh, ja. Ja, kom maar op. Ik heb jou gemaakt. Ik heb je al verzonnen, inclusief je be beklag over mij. En klagen over de naam is er. Dit is een heel favoriet internetgebeuren. Uh, om het leven te reduceren tot een doelloos gebeuren. Je hebt geen enkele verantwoordelijkheid meer, uh, alleen nog maar je humanistische existentie. En je doet maar wat. En je wilt herinnerd worden dat ze nog aan je denken de volgende generatie of zo. Want dan heb je bestaan. Want een ander die weet nog dat jij geleefd hebt. En dan ben je er nog steeds een klein beetje. Uh, de, de zieligheid die druipt er niet eens van af. De totaal uitgedroogde zieligheid. Dat is niet erg. Voor ons. Wij zijn niet zo. Wij hebben een contract met God. En Hij is het die oordeelt. En wij weten redelijk goed waar het om gaat: Hé, homo, sapiens. We wisten het allemaal dondersgoed. En we waren eigenwijs. Seksverslaafd. Drugsverslaafd. Zeurenverslaafd. Pornoverslaafd. Dat is iets anders dan seksverslaving, hè? Maar het is toch een donderpreek. Dus ik kan rustig heel beledigend zijn. Maar seksverslaving is iets anders dan pornoverslaving. Bij seksverslaving, doe je het nog? Een vriendin van mij die was aan het zuipen in een kroeg waar ik heel vaak kwam. Die is nou vanwege corona gesloten. Maar in de hoogtijdagen kwam ze daar heel vaak ongelooflijk veel zuipen. En dat schept een band. Mijn allerfijnste zuipvriendje dat ik heb gekend. Gewoon niet oude hoeren, maar doorzuipen. En ik hoorde van een andere man dat hij haar, toen ze aan het zuipen was geweest in die kroeg, dat hij haar als chaperon zou begeleiden. Want uh, er was iemand geweest en die had gezegd... kom maar langs en dan gaan we lekker hompetompen. En zij had hem al behoorlijk zitten en ik ken die gozer. En dat is een, een fijne vent. Die komt uit Friesland. Die is doodgewoon. En die heeft aan haar naar huis uh, geëscorteerd. En ik weet precies waar die gozer woont. Hè? En er is zo'n lange trap... En toen heeft zij tegen die, die chaperon gezegd van... Ja, ik ga nu naar hem toe om van Rampentamp te gaan. Maar als jij zin hebt, dan kunnen we het nou even doen. Ik sta op die trap. Ja? Ik laat mijn broek zakken en steek hem erin. En ja, bedoel, dankjewel voor het chaperon. Ja? Een seksverslaving is dat. En dan doe je het tenminste nog. Terwijl pornoverslaving. dan zit je te kijken naar beelden. en dat komt je allemaal gratis. Uh, alsof je erbij bent geweest. Een soort van. Ik heb liever nog mensen. zoals die vriendin van mij. die het dan ook echt doen. Dan maak je tenminste wat mee. Maar als je porno zit te kijken. Is het is wel dubbel rubber of zo. Want die, die vriendin van mij die dat allemaal zo met haar laat gebeuren. En ja, je moest dus weten hoe mijn hart huilt voor haar. En iemand die haar een haar krenkt. Die krijgt mijn uh, slaghamer op zijn kop. En dat weet zij ook wel. Ik ben met haar. Altijd nog beter dan die uh, Slapianen uh, die porno kijken. En zij kijkt ook porno, by the way. En ze doet het echt, dat wil zeggen, ze deed het echt. Want ze wordt nu ouder en de, ja, de toegang die is minder, beduidend minder. Ach ja. De naam van God is de naam. De naam van God is de ordening. En er hoort bij dat God zijn zoon heeft geofferd voor jouw wanstaltigheden. En geloof me nou maar dat jij gezondigd hebt. Maakt niet uit wanneer. Je moet je schoonwassen van je zonde. Daar komt het op neer. Het komt erop neer dat wij, als God. Wij, wij willen er niet langer bij stilstaan. Wat je uitgevrot hebt. Daar gaat het helemaal niet om. We zitten nu in de volgende fase. Wij wij zijn de trooster. Dat is heel logisch. Dat na Christus de trooster komt. En wie is de trooster? Nou, daar praat ik momenteel tegen, hoop ik. Je gaat medelijden hebben met iedereen. Het woord empathie kennen wij pas sinds 1860. En empathie houdt in meelevendheid. En dat is een bijzondere eigenschap. In die zin dat die bij veel mensen tekort schiet. Eigenlijk bij iedereen. Het tiende gebod van Mozes luidt... Thou shalt not covet. Gij zult niet begeren. En dan een hele waslijst. En wat doen wij? Wij doen het wel. Een klein beetje. Wij zijn een stelletje sukkels. We snappen er echt geen drol van. Uh, het leven. dat is. het geschenk. van de naam. En zo is het. En het enige waar jij je zorgen over hebt te maken. als je s morgens wakker wordt. is of jij die dag wel dient. Je hebt dat, uh, die overtuigingen. Van die Mohammedanen, het katholicisme is het per definitie. Want uh, katholiek betekent algemeen. En you believe me dat die Mohammedanen van plan zijn om het algemeen te maken. Ik niet. Mijn overtuiging wil ik helemaal niet algemeen maken. Je moest dus weten wat voor een klooioos er in de rond te lopen. Hé, hey, ze moeten vooral mijn trucjes leren kennen. Liever hou ik dat verborgen. Dat is mijn aard. Dat hoort zo. Snap je? Het is jouw aard ook. By the way. Je uh, hebt die hunkering van uh, mannen met name, om dan in het geheim uh, bij elkaar te zijn. Hè? En dan gaan we gekke dingen doen. Zo. Er zit iets in. En dat ga jij ook toepassen. In het geheim opereren. En niemand hoeft te weten dat jij lid bent van weet ik veel wat. Eigenlijk ben jij onder ons van wij. Als je lid bent van ons. En wij hebben geen lidmaatschapslijst. Als je weg bent, ben je weg. En dan hebben wij niks meer aan jou. Dus waarom zouden wij rouwen? Eigenlijk. Er staan meer dingen op het spel. De wereld is een huilende prinses. En die bloed. En wat ga jij eraan doen? Aan al die leugens. Pik jij dat? Ben je ook zo'n homo sapiens die met een monddingskapje over straat gaat? Terwijl het nog niet eens verplicht is? Het is onbeschrijfelijk. De schaapachtigheid. Van de mens die hunkert naar instructie. Nou, die ga je krijgen ook. Wat denk je wel niet? Homo sapiens. Natuurlijk krijg je die. Ze zeggen de goeden moeten onder de kwaden lijden. Nou, dat is precies wat je nu ziet. Ik moet zo dadelijk vanaf 1 juni, als die uh, neukende brommer het niet doet. Dan moet ik ook nog steeds met het openbaar vervoer. En trouwens, zo dadelijk wordt het te koud en dan moet ik ook weer met het openbaar vervoer. En dan moet ik daar dus in met een mondkapje. Uh, wie is er hier gek geworden in zijn achterbips? Dit wordt. Ah, ik hoop dus. dat dit een drama wordt. Ik zit erop te wachten. Ik moet nu denken: want, uh, eerst gebruikte God uh, materie. in de zin van water, en in de zin van vuur. En nu gebruikt hij onze stupiditeit om ons te straffen. Maar wat denken wij wel niet? Stel je, Homo sapiens. Dat wij uit het niets geboren zijn? Zonder doel in ons leven? Ja, 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 ja. En degene die dat allemaal, die persoon, die de naam, die het allemaal veroorzaakt heeft, die neemt er genoegen mee dat een deel van zijn creatie zijn bestaan ontkent. Ja, dat kan je doen. Dat maakt niet eens uit. Voor ons. Voor wij, die de mens zijn, die de oorzaak is van de mens. Christus was het voorbeeld, wist je nog? Ja, noem mij dan één kritiek op Christus die ergens op slaat. Behalve dan geoude hoer, dat het ene evangelie iets anders zegt dan het andere evangelie. En dat is namelijk normaal bij meerdere getuigenissen dat ze afwijken. Dat houdt de authenticiteit in. Wij zijn veilbaar en God niet. Punt. En de Bijbel is het woord van God. Zo goed mogelijk. En als jij denkt dat je een beter woord over God kan schrijven door de Bijbel te gaan veranderen. Um, je hebt ongelooflijk veel concurrenten. Dus uh, ik zou van goede huizen komen als ik jou was. Iedereen loopt de Bijbel te veranderen en te verbeteren. En dat we dan tegenwoordig ook uh, transgenders uh, zijn, ook schepping van God. Dus dat hoort zo. Dus die moeten we aardig vinden. Ja, ja. Ik laat maar even een pauze vallen. Dit is toch een donderpreek. Uh, kijk, een, wat, wat is het verschil tussen een transgender en een man die zijn eigen penis eraf snijdt? Wat is het verschil? Hmm. Dan ga jij zeggen van ja, als een man zijn eigen penis eraf snijdt, dan kan hij daaraan doodbloeden. Dat is niet echt waar. Het bloeden stopt. Je overleeft het. Als jij je penis eraf snijdt, dat overleef je. Je gaat wel bloeden en je overleeft het. Je kan zelfs zo ver gaan dat je niet alleen je penis eraf snijdt, maar ook je ballen. Als je dan toch bezig bent, dan doe je alles in één keer. Ga je heel erg bloeden en je overleeft het. En dat weten wij uit de Bijbel. Dacht ik dat dit soort dingen bestaan. Het is een gevolg van idolatrie. Het is een gevolg van knielen voor een beeld. Namelijk het beeld van man en vrouw. En het beeld van man en vrouw is dat het de essentie is van het beeld. En wij hebben allen een rol te spelen vanuit die essentie. Dus je speelt je rol als man of je speelt je rol als vrouw. Dat is jouw gegevenheid. En je redt het er maar mee. En in principe, als jij. Uh, je bent als een man geboren en je denkt, ik ben eigenlijk een vrouw. Dan begeer jij een vrouw te zijn. En waarom? Er zijn mensen momenteel en die begeren een Neger te zijn. Die gaan zichzelf injecteren met hormonen en dan krijgen ze meer melanine. En dan worden ze daadwerkelijk een stuk donkerder. Ze vergiftigen zichzelf. En ze haten het witte ras. Dat is idolatrie. Dan maak jij jezelf een gesneden beeld en je gaat ervoor knielen. En de rest krijg je gratis erbij. Dan maak jij je een gesneden beeld van man en vrouw. En jij denkt dat als je dan je handeltje eraf laat snijden, dat het kwaad uh, weg is. Het transgenderisme is zo oud als het geschreven woord. Het is idolatrie. Paulus heeft het geschreven in die brief aan de Romeinen, de eerste. Het begint met idolatrie en vervolgens krijg je dat mannen seks gaan hebben met mannen. En dat slaat nergens op. En wij hebben geen medelijden te hebben met die mensen. Zij overtreden. Indirect. Een van de tien wetten van Mozes. Namelijk de Tweede. Dat hebben ze ooit gedaan. Zo is het begonnen. En dan komt dit erachteraan. En dat loopt niet goed af. Een studie uit de vorige eeuw, van de jaren 90, 1990 en daarboven, was dat homoseksuele mensen 20 tot 30 jaar korter leven. En dan kan jij hopen dat het momenteel niet meer zo erg is. En misschien heb je gelijk. Dan nog steeds ga ik ervan uit dat je korter leeft. Want zo'n verschil van dertig jaar geleden, dat is niet in één keer weg. Om er nou maar te zwijgen over het feit dat homoseksuele mensen veel vaker wisselende partners hebben. Dan heteroseksuele mensen. Punt. Waarbij ik weet dat heteroseksuele mensen het ook per definitie niet zo uh, zuinig nemen, nauw nemen met de mores, maar dan nog. Homoseksualiteit is een uitermate gevaarlijke bezigheid voor jouw menselijke existentie. Uh, ja, als je het wil gaan doen... het is gevaarlijker dan roken. Je kan nog beter roken... dan... Uh, liever kips in mijn bibs... dan gewone leverworst. Ja, ta-ta-ta-ta-ta-ta. We kennen het toch. We weten het toch van André van Duin. Uh, Kijk nog eens terug. Kijk nog eens terug naar die Hollandse traditie. En noteer daarbij of het ging om een homoseksuele man. En zet die kunstuitingen aan de ene kant en die van de hetero's aan de andere kant. Ja toch? Ja, bezie de zieligheid. En God bedoelt het goed. Hij is de naam. Hij is de orde. Hij is degene die verantwoordelijk is. Voor het feit dat ik nu tegen jou praat en jij denkt dat ik iets vertel. Dat is God, dat is de naam. En zijn wetten zijn simpel: Thou shalt not covet. Niet begeren, waar ben je mee bezig? Als Christus heeft gezegd: geef alles weg, wat bedoelde hij daarmee? Laat dat even op je inzinken. Niet begeren: bezit is bezwarend. En ga mij niet vertellen dat jij dan... Dan kom je met zo'n verhaal van... Ja, maar kijk, uh, uh, ik vind het wel uh, lekker hoor. Want uh, dan kan ik, heb ik bezitten. En dan, uh, ja, dan kan ik wel... Uh... Dus mijn baas bijvoorbeeld, die heeft een boot. En die ligt in Latem En hij was ontzettend bruin. En ik vroeg aan hem... Van, uh, waar, uh, heb jij een zonnebank? Nou, iedereen was nog heel blank. En hij zo bruin als wat, hè? Ik zei, heb je een zonnebank? Nee, zei hij, ik heb een boot in Latem. Ik zei, oh. Ja, zei hij, en uh, die moet eens in het jaar, moet, uh, al die lak moet eraf. En dan, uh, ja, daar ben ik mee bezig, hè. Dan word ik bruin. Ik zeg, jij, lucky bastard. Ja, zei hij, heerlijk, man, dan ben ik wel al de gezeik af. Dan heb ik mijn boot. En die oude lak die moet eraf, allemaal gebubbeld. Die, die verschrikkelijke algen en dat soort meuk, dat mot niet. En dat mot el elk jaar alles kaal, helemaal opnieuw in de lak. En dan gaan we weer de plons in. Hij zei: dan kom ik helemaal tot rust. Kijk, dat is bezit waar je wat aan hebt. Heb jij dat soort bezittingen? Ik ken heel veel mensen en die hebben bezittingen en dan denk ik, wat moet je met die rotzooi? Mijn vriend Wim, daar heb ik dat niet bij. En als je zijn woning binnenkomt, dan zal je denken, wat een rotzooi. Maar ik weet dat dat geen rotzooi is. Dat zijn dingen, daar is Wim mee bezig. En dat is van alles. En dat klopt allemaal. En hij kan ook altijd alles vinden. In zijn woning zijn geen overbodige dingen. Daar houdt u niet van. En toch zou jij denken, wat een rotzooi. Denk ik. Maar dat is het niet. En dat is de orde. En de orde is dat wat is. En dat een George Bush, hè, dat die dan zo brult, die vader dan, die nou dood is. Hè? En die roept dan... Oh, ik kan nu een nieuwe wereldorde zien aankomen. En het wordt echt, echt dat de wetten zijn en niet meer de wet van de jungle. Echt goed, man. Dat is chaos. Dat is niet hoe de orde werkt. De orde werkt verborgen. Per definitie. Ja, het is jammer. Uh, dus, uh, wachten, is het? En, uh, je bek houden, en uh, onderwijl je uh, wel je werk doen: namelijk troosten. En als je uitgetroost bent aan het einde van de dag, denk je, oh, heb ik hoop getroost zeggen, oh nou ik ben helemaal klaar mee. Nou, dan ga je een beetje lopen homo. Sapiens. En je menselijke leuke dingen doen. Naar eentjes kijken. Of kleiduiven schieten. Goed denk aan je ontspanning. Ik geef me wat opties. Hè. Je mag ook gaan uh, haakbreien of uh, macrameën of. veel wat. Een keer een goede ruzie beginnen met je buren. Dat kan heel verhelderend zijn hoor. Ik, ik geef me wat opties. Hè. Ik heb medelijden met iedereen. Maar je hebt van die ontzettend vervelende buren. En, en die kinderen op zich, die gaan wel, maar... Oh, wat een drama, die ouders. Nou, die moeten getoppeld worden. Uit medelijden met die kinderen. Dus dan moet je die ouders laten struikelen. En hoe ga je dat doen? Op een dusdanige manier dat die kinderen slechts zien... dat hun ouders een stelletje debielen zijn... en dat de buurvrouw wel klopt... Dat is moeilijk. Het zijn geen eenvoudige opdrachten om je naaste lief te hebben. En als je dan een omgeving hebt met weinig kinderen. dan geef ik je ter overweging om te gaan neuken. Nou, om het maar even een beetje bij het naampje te noemen. Hè. Want als er één ding is waar je kinderen van krijgt, is er van neuken. Dat moet wel gebeuren. Anders heb je niet van dat vervelende grut. Wat zo eigenwijs is. En waar je je druk over kan maken als ouder. Dat je denkt: van, oh, oh ik, ik heb zelf wel een leuk leven gehad. Hè, maar hoe moet dat met het kleintje? Kijk, nu gaan we nadenken. Maar zo is het toch? Het, is, het leven is niet zo heel bijzonder. Bottom line, Het is te simpel voor woorden. En de naam van God is de naam. De orde. En jij doet gewoon lekker wat je moet doen en je brengt het er levend van af. Of je doet niet wat je doet en je zal nog steeds eeuwig leven. Maar niet leuk. Nou, je komt er wel achter dat dat wat is... Is buiten tijd en ruimte. Dat wat is, is een beeld. En daarom zullen we ons geen gesneden beeld maken, want dat wat is, is het beeld. En hoe kan jij een beeld maken van het beeld? Hoe kom je erbij? Kijk, iemand als Albert Einstein, die wilde zich een beeld maken van het beeld. Met zijn relativiteitstheorie. Want alles is relatief. Ah, ha, ha, ha. En er zijn mensen die zeggen: Ja, maar Albert Einstein is echt gelijk hoor. Dus, uh, met zijn algemene relativiteitstheorie. Dat klopt echt helemaal. Man. Nee, nee, dat eerbiedig ik. Dan ben je dan een Homo sapiens. En waar is dat stukje sapiens? Want de Homo sapiens betekent. Uh, uh, denkende. ...homo. Hey, iedereen moet homo zijn. In de zin dat je één bent. Dat is jouw taak. Om één te zijn... ...met die... ...wanstaltige... ...ongelooflijk... kotsen ...realiteit... En daar zijn wij één mee. Heb je dat goed begrepen? En geniet. Ik heb vandaag mijn moeder gebeld. Dat was geen pretje. Een heel oppervlakkig. En ik heb haar gebeld. Dus die kan voorlopig niet gaan zeuren. Die, die kan niet zeggen. Hij heeft helemaal niet gebeld. Nee, ik heb wel gebeld. En ik heb gevraagd hoe het met haar ging. Ja, het ging allemaal goed. Ik denk, mooi zo. En mijn moeder wil niet weten hoe het met mij gaat. Dat is ook een ding tussen haar en mij, dat ze mij uh, uh, raar vindt. Mijn moeder heeft een keer tegen mij gezegd: van ja, het probleem met jou is dat als jij een mening hebt, dat je daar niet zomaar van af te brengen bent. En dat komt heel vaak voor. Het werd irritant. Ja, ik kan het me voorstellen. Ik, ik, ik snap, ik heb ik eerbiedig het zesde gebod en eert uw vader en uw moeder. Was toch de zesde? Ik eer haar. Ik, ik, ik snap het. Ik heb medelijden met mijn moeder. Het is verschrikkelijk wat het katholicisme aangericht heeft. En het protestantisme ook. Dus het, is de, het verval van de mensheid. En, ja, het is jammer. En ik heb een mening. Ja. Een overtuiging heet dat. En die is. En ik heb medelijden met transgenders. Ik vind dat ontzettend zielig. Het is verschrikkelijk om te denken dat er iets mis is met jouw leven. En dat heeft een lichamelijke oorzaak. Dat heeft, er is iets mis met je leven en als er materieel wordt ingegrepen, dan zou dat heil geven. Dus een materiële ingreep, amputatie, als een man een vrouw wil worden, dan, dan gaat de boel eraf. Hè? En dan, die amputatie die, die neem je dan, dat is een offer. Dus je offert een stuk van je lichaam op. Om te komen tot het aanbidden van God. Elke dag. Met dat wat je doet. Namelijk iets uh, zinvols. Bijvoorbeeld uh, toiletten schoonmaken voor mensen met een beperking. Een heel vrouwelijk beroep lijkt mij. En dan ga je dat elke dag doen zonder lul. Ja, ik geef het je te doen hoor. Ik moet op een dag wel elf toiletten draaien, vier badkamers, vier vloermatten waarvan twee uh, grote en vier gangen waarvan twee korte, maar die zijn breed en die andere die zijn lang, twee washokken en tien kamers. En twee trappen. En twee keukenvloeren. En één bijkeukenvloer. En ook de kozijnen. Niet elke dag, maar ook de kozijnen. Goed omhoog kijken. Want ontlasting kan ook tegen de bovenkant van de deurpost aanzetten. En dat houden we schoon. Elke dag. Oh, en onze kar is ook helemaal schoon. De mond van de stofzuiger is ook helemaal schoon. Dus als ik een mat heb gezogen, dan maak ik de mond van de stofzuiger schoon. Want niet alles gaat die zuigpijp in. Sommige dingen blijven hangen aan die borstel. En dat hoort niet. Want dat is vies. Dus wordt de mond van de stofzuiger, na die grote matten, na elke mat, want dat heb ik ook ontdekt, overal vind je die meisjesharen. Overal. Van die lange haren. Dat is vies. Daar gaan beestjes van eten. Snap je? Kijk, en als dat het doel is in je leven om zo vrouwelijk bezig te gaan zijn, doe het. En word schoonmaker in de gehandicaptenzorg. En hou je stofzuigers schoon. Ook de binnenkant, AUB. Wat, wat denken jullie wel niet? Ja, laat je lul amputeren en dan ben jij een vrouw? Nee! Schoonmaken. Ja, stel ik je homo's. Sapientie. En daar zit je vrouwelijkheid. En doe dat dan. Jo, dat kan ik pas doen als mijn penis eraf is. Ja, morgen brengen. Dat soort werk kan je net zo goed doen met je penis eraan. Ik doe het toch ook. Ik ben de wervelwind daar. Als ik begin, is het uh, go. En strak op tijd weg. En mijn baas houdt mijn tijd in de gaten. I know. Kijk, als je zo'n hoeveelheid aan toiletten en badkamers... En oh, uh, die badkamers moeten één keer per week allemaal geborsteld worden. Want er, zit, uh, urine, er zitten urinekristallen in de voegen. En, en stront en meuk. En dat, moeten we, uh, dat moet totaal weg. Ik heb van mijn baas toezemming gekregen om een fles, een liter, chemicaliën per week er doorheen te jassen. Dan ga je gaan. En hij heeft laatst tegen mij gezegd, oké, okay, één liter in de twee weken. En daar hou ik mee aan. Dat probeer ik. Dat, Dat is even wennen. En hij weet dat ik zuinig ben. En ik vertel je dat de teamleider tegen mij zei vorige week: van jeetje, ze mocht na weken weer de vestiging in. Ze zei: Ik deed de deur open en het rook gelijk al lekker fris. Goed gedaan, Jochie. Ja, dan moet je mij om een klusje sturen. Maar zo ben jij ook. En jij kan dat ook. Het is helemaal niet moeilijk. Je moet je bek houden en schoonmaken. En grondig en duchtig. Punt. En ja, ook in de hoekjes. En ook dit en ook dat en ook zus en ook zo. Je hebt gewoon een full frontal attack. En zo ben jij ook. Dat is je wezen. Dat is je aard. Alles pak je aan. Alles wat je irriteert. Alles. En hoe pakken we dat aan? Nou, dat pakken we aan met spreuken 15, vers 1 in onze linkerhand ter herinnering. Want een, een zachtmoedig woord. Verminderd wrok. En leer dat te bespelen. En ga arbeiden. Ja, ik ben een arbeider hoor. Ik ben lid van de P van de A. De Partij van de Arbeid, snap je? Dus ik ben arbeider. <laughs> nee, je bent lid van de P van de A. Je bent helemaal geen arbeider. Je moet werken en hetzelfde loon krijgen als de gekomenen. En daar zijn wij blij en tevreden mee. Hé, hey, dat goed begrepen? Stomme homo sapiens. <laughs> ja, ze wisten het toch? Er is helemaal niks aan de hand. En jij bent omringd met een slagveld. Met allemaal slachtoffers. En jij bent nog in leven. En wat ga je doen? Daders bestrijden? Ik dacht het niet. Dat is het eerste waar de daders op zitten te wachten. Is dat je de daders gaat bestrijden? Dat gaan wij helemaal niet doen. Wij volgen het woord van God en wij gaan de slachtoffers troosten. Dit was een bericht uit de keuken. En tot de volgende donderpreek. Oh wat gaat het goed!